er leuk uitzag, want je was totaal niks meer gewend. Heb je er foto's van gemaakt? Nee, niet eens. Nee, niet eens. Oh, dat lijkt me heel vreselijk, dat je dan voor later niet het vast op een plaatje hebt liggen. Zo'n trouwfoto lijkt me namelijk heel dierbaar. Ja, dat heb ik niet zo. Hmm. Het hoeft voor mij niet foto's. Oh ja, ik ben zelf altijd erg foto, ja. Als je op reis gaat ook? Ik heb van elk jaar van mijn leven, of eigenlijk van de laatste 35 jaar, van elk jaar een boek met alles wat er gebeurd is op foto, knipsels, helemaal compleet. Dan heb jij sterk de behoefte om je leven te ordenen, hè? Ja. Dat zelfs. Ik ben een regelaar. Ik heb ook alles keurig in doosjes en in mapjes. En het is allemaal in vakjes gedeeld. Ben je ook een verzamelaar? Een hysterische verzamelaar. Een hysterische verzamelaar. Ik ben een kreeft met ascendant kreeft. En daar is de eigenschap van alles vasthouden. Mensen ook. Bij mij zitten mensen 30, 50. Van school ga ik nog met mensen om. En ik verzamel van luciferdoosjes tot boeddha-beelden, tot zilveren doosjes, tot oude autootjes, tot waaiers. Autootjes, speelgoed. Kleine speelautootjes, ja. Daar heb ik een soort over de 200 van. En ze moeten allemaal van voor de oorlog zijn als model. Maar had je vroeger dan geen speelgoed over? Ik had helemaal geen speelgoed. Er zat te delen het kamp in. En te delen dat mijn vader dus eigenlijk vond dat we postzegels en munten en zulke soort dingen moesten hebben. Dat was leerzamer. En daar had je wat aan. En geen autootje. Ik besefte dat toen niet. Ik heb het naderhand dus proberen in te halen. Dus ik speel nog vaak kind eigenlijk. Dus, daar zit ik dan. Dit was het stomste kind van de klas. Maar waarom was je zo stom? Ik kwam uit het kamp uit Indië en ik heb 2 jaar lagere school gehad. En toen kwam het kamp. En toen kwam ik dus in Nederland aan en toen moest ik naar de HBS. En alles wat ertussen zat heb ik dus nooit gedaan. Spreek je nog Maleis? Ik spreek. Als ik er 2 dagen ben, dan gaat het weer gewoon goed. En schrijven gaat ook in Maleis? Nee, dat heb ik nooit geleerd. En een brief dan? Dat was in het. Dit is dan een brief die moesten wij aan in het Japanse kamp aan mijn moeder sturen. En dat moesten we in het Maleis doen. Dus hielpen we elkaar met z'n allen. Ik wist dan de woorden wel. Maar mijn broertje leefde toen nog. En die was dus 3 jaar ouder. En die kon het dus schrijven. Zoals een kind aan de moeder schrijft eigenlijk. Hè, van met ons gaat het goed, gaat het met jou ook goed. En we houden heel veel van je. En we denken veel aan je. En veel liefs en kusjes. De kinderen. Ja. Dat hoe oud was je dan toen? Ik was toen net 10 en mijn broertje was net 13. Hm. En je broertje is gestorven in het kamp? Mijn broertje is aan het eind van het kamp gestorven. Ja, helaas aan het eind. Hm. Ze heeft het eerst allemaal mee moeten maken. En op het laatst is hij dan overleden. Ja. Jij was erbij toen het gebeurde? Ja. Je was erbij? Ja. Hij ging dood met zijn handje in mijn handje. Of mijn handje in zijn handje eigenlijk. En toen knapte zijn blaas en van wat had te veel water moeten drinken. En toen knapte zijn blaas en daar is hij eigenlijk aan overleden. Nou, dus toen liep het waterkelling door zijn lijfje heen. En, waarom mocht hij niet plassen dan? Nee, we mochten niet plassen. Ze hadden ons dus in de zon opgehangen aan bamboe latten. En toen waren we natuurlijk compleet uitgedroogd. En toen zei ze, wil je drinken? Ja, dat wilden we. Maar dan moest er een hele kan liggen. Ik, nou, alles was goed. En toen hadden we hem op. Toen zei ze, als je nou plast, weer doodgeschoten. En toen dorst hij niet. En begon vreselijk te gillen en te doen van pijn. Toen lieten ze ons lossen. Toen vonden ze het ineens zelf eng worden. Toen heb ik waarschijnlijk, dat weet ik niet meer, wel geplast. En bij hem was het al te laat, want toen was zijn blaas geknapt. En toen hebben ze ons. Toen zijn we s'avonds nog gezeten voor het lokaal waar we dus met z'n 40 in sliepen. En toen zei hij van, ik denk dat ik dood ga. Ik voel me echt heel naar. Ik denk dat ik dood ga. Denk dan dat je sterk bent en vooral lief voor mami bent. En toen gingen we naar bed en toen kneep hij me heel hard in mijn hand, kromp in elkaar en toen was het gebeurd. Dat, ja. En toen bleef jij alleen achter in het kamp? En toen bleef ik alleen achter in het kamp. Dus, maar hoe is het aan moeder verteld dan?
Ik heb het eigenlijk nooit aan mijn moeder verteld hoe het precies gegaan is. Ik heb het pas de laatste tijd, sinds zij dood is, heb ik het dus in het openbaar gezegd. Het heette vroeger al, hij had een hartvergroting en dat hij daaraan gestorven was. Ik vond dat mijn moeder genoeg klappen had gehad. En ik wilde dus niet vertellen hoe en wat. Maar jij hebt je moeder moeten vertellen dat... Ik heb het aan mijn moeder toen moeten vertellen dat mijn broertje dood was, ja. En daar hadden ze iets voor geregeld dat ik het haar kon vertellen. En toen aan het eind van die patjoldag, dus dat werken op het land wat we moesten doen, want we werkten in visvijvers. En toen hadden ze geregeld dat mijn moeder, die echt te oud was, ook naar het werkveld kon aan de andere kant van de heuvel. Daar hebben ze een contact gemaakt dat we elkaar 5 minuutjes stiekem zagen. En toen heb ik het dus het er zelf kunnen vertellen. En toen ging zij met tranen in haar ogen terug. En toen zag de Jap dat. En toen zei hij, waarom huil jij? En toen zei ze, omdat mijn zoon dood is. En toen zei hij, hoe weet je dat? En toen wilden ze het verder niet. Want toen voelden ze dat ze fout was. Toen wilden ze het verder niet. Ze hebben ze er vreselijk afgerost met een riem. Dat zat nu nog. Dus toen ze zelf ging overlijden, zat ze helemaal onder de striemen nog. Littekenstriemen van het slaan wat hij toen gedaan had. En toen bij het laatste appel. Ik heb toen smiddags. Ze hebben nooit geweten dat ik het gezegd had. Maar ik kreeg smiddags een malaria-aanval. En toen zag ze mij op een kar weggereden worden. En toen dacht ze dus eigenlijk dat ik ook dood was. Dus toen is ze eigenlijk een beetje malende geworden. Gelukkig is dat weer bijgetrokken na de hand. Met te veel gesproken. Ik zou graag familie wil hebben. Ik wil zo graag ergens bij horen. En dat was er niet. Dus ja. En wat ik wel heel fijn vond, hij is ook 95 geworden. En de laatste dag, want hij is de dag na zijn verjaardag overleden. En de laatste dag ben ik bij hem geweest, heb ik voor hem en zijn vrouw gekookt. En hij is vroeg naar bed gegaan en de volgende ochtend belde zij dus dat hij overleden was. Dus het afscheid is goed gegaan. Dus dat was eigenlijk prettig. Vanmorgen om 17:15 gewekt door een vogel die buitengewoon kundig mijn wekker imiteerde. Het is niet waar. Ja. Misschien was het een beeuw of een vogel die goed na kan apen. Ja, het was fantastisch. En toen bedacht ik me, dat gebeurde 2 dagen geleden ook al en 3 dagen geleden. Ik denk van nou, misschien is het een familielid van vroeger. Wat één. Het heeft allemaal een bedoeling. Heb je ook familieleden die rondvliegen? Of... Ik heb een bosduif die altijd op het terras komt zitten. Dat is Je moeder. Een heel kinderachtig verhaal. Ze is gekomen toen mijn moeder overleden is. Ze heeft een mank pootje en ze heeft een blind ogen. Dat had mijn moeder dus ook. En sinds die ben ik er gaan voeren. Dat beest zit er gewoon zo van, nou, wat gebeurt er dan? Zo deed mijn moeder ook van, wat heb je nu weer meegenomen? Is er wel wat ik nog vind? En dan doet die duif precies hetzelfde. Dus zij heet nu mijn moeder. Ja, wat wel geweest is. Ik zat met Timmy in Griekenland. En toen zaten we s'avonds zo de voetjes op de balustrade te kijken over zee. En daar in de verte lag Delphi. En opeens begin ik te praten over Hans van den Berg. Wat een ontzettend goede vriend van me was. En ik begin te vertellen over hem. Eindeloos, een hele lange verhaal. Toen zei ik opeens, god, waarom zit ik nou de hele nacht? Want het was langzamerhand nacht gewoon over hem te praten. En we rijden de volgende dag weg, gaan op een boot, gaan naar Italië, komen in Florence. En we zien een krant en er staat in dat Hans dood is. Toen hebben we teruggerekend. Die is gestorven in die nacht dat ik de hele nacht over praat. Toch heel wonderlijk. Ja. Oh ja.
Dat is Peter Paul. Dat is jouw zoon? Dat is mijn zoon, ja. Moeder en kind. Ja, schattig. Ja, dat is nu een man van 52. Dus ik dacht, kijk, moet ik daar erg om lachen. Waarom? Om jezelf? Ja, om mezelf helemaal. Een schaap met een kind. Ik was een ontzettende tuthola. Ja? Ik was waanzinnig naïef. Ik was vreselijk... ik geloofde alles. Je kon mij op alle fronten voor de gek houden. En ja, een doetje was ik. Ik ben pas later ben ik het katijf geworden wat ik dan nu ben. Maar daar heb ik jaren over gedaan. Ik was echt een ontzettende suffer. Ik deed wat mij gezegd werd. Dat wordt mij gezegd, dus dat zal allemaal moeten, weet je van zo. Het heeft heel lang geduurd voor ik een soort volwassenheid heb gekregen. En dacht van, ik lijk wel gek. Ik wil dat helemaal niet, of ik wil het juist wel. Het heel lang geduurd. Toen ik zo 233 was, toen begon dat besef te komen van... Ik heb een eigen wil. Ja, ik heb een eigen wil. En mag ik alsjeblieft doen wat ik zelf wil. Ja. Nou, dit zijn de drie vogeltjes. Die dan door iedereen ontzettend schattig werd gevonden. Dat vogeltje dus nou, dit hier. Middelste. En dat is mijn broertje. En dat is mijn zusje die later danseres is geworden. Maar dat waren nog de fantastische tijden dat alles kon. Want mijn vader was toen in die tijd een enorme beroemdheid en een begrip in Nederland met voordragen. Dat om te gaan denken, nooit te veel doen, geloof ik. In het lieve gezelschap van La Grande Ellen Vogel, verwend door de charme en hartelijkheid van Rick Veldhof. Geen wonder dat de lavendel en mimosa nooit eerder zo lekker roken en ik de Mediterranee nog nooit zo blauw heb gezien. Met veel dank en liefs voor de hele staf Edgar Vos. De warmte, de hartelijkheid en de zorgzaamheid die we hier ondervinden zijn zeldzaam. Een prachtig uitzicht, een fijn huis, leuke gesprekken en nieuwe vrienden. Dat is voor mij Villa Veldhof. Mede door het boeiende gezelschap van Edgar Vos. Een onvergetelijke belevenis. Ik ben van jullie gaan houden. Ik wens jullie nog heel veel succes. Dank voor alles. Ellen Vogel. Nou, je bent een unieke gast hier. Ontzettend bedankt, Ricky. Ik vond het er fantastisch. Echt geweldig. Bedankt voor alles. Fantastisch. Heel fijn. Dag lieve hond. Dag beste meeuw. Wat fijn. Dag.